Jerry, lay down. Jerry, lay down. In de West-Friese gemeente Opmeer wordt dit jaar het wereldkampioenschap schapendrijven gehouden. Samen met zijn honden Gary en Jenny bereidt de Nederlands kampioen Serge van der Zweep zich voor om voor de tweede keer wereldkampioen te worden. Maar hoe maak je van een border collie een wereldkampioen schapendrijven? We gebruiken vier basiscommando's. Bij Gary fluit ik voor kom bij, dus met de klok mee. Tegen de klok in. Voor liggen. En voor recht doorlopen. Om alle bevelen op te volgen, dat duurt wel een tijdje. Maar lay down is wel de basis, het simpelste. Dat beginnen we met een kleine pup om mee te trainen. Je moet je voorstellen, je kan met 2 jaar kan je goed een wedstrijd lopen. Alleen honden die ouder zijn, zijn meer ervaren. Wij kennen elkaar dan ook veel beter, dus ik kan veel beter ze begeleiden. Ik heb vooral met Gary, mijn oudste hond, een heel goed jaar. Hij is net Nederlands kampioen geworden ook. Op dit moment wint hij bijna alle wedstrijden waar hij aan meedoet. Maar iedere wedstrijd is weer op zichzelf. Als er op dat moment net iets fout gaat, dan lig je er gewoon meteen de eerste ronde uit. Het wereldkampioenschap heeft 3 rondes en bestaat uit een aantal onderdelen. Wat we moeten doen is, we moeten op ongeveer 500 meter 5 schapen ophalen. Die 5 schapen moeten een parcours afleggen, strakke lijnen maken, daar gaat het om. Dat kan alleen maar als jij de schapen volledig onder controle krijgt, door ze heel mooi rustig en zich eigenlijk prettig comfortabel te laten voelen. Het liefst al wandelend over het parcours, af en toe een hapje gras nemend, moeten we kaarsrechte lijnen maken, door hekken heen drijven. We moeten ze van ons afdrijven, dwars over het veld. We moeten ze zelfs splitsen. 2 schapen zullen gemarkeerd zijn met een rode band. We moeten de 2 ongemerkte schapen afhalen. Daarna moeten we ze in een hokje stoppen. Daarna moeten we 1 schaap met een band eraf halen. En dat moet allemaal binnen een bepaalde tijd. Alles moet ook meezitten natuurlijk ook, maar hoe beter je bent voorbereid en hoe beter je hond is, hoe minder geluk je nodig hebt natuurlijk. Het is voor het eerst dat het wereldkampioenschap in Nederland plaatsvindt, dus dat is best bijzonder. Het is een Britse sport. Het is de laatste 4 keer ook in Groot-Brittannië gebleven. De organisatie is Brits, dus zij bepalen uiteindelijk waar het mag zijn, zeg maar. En dan is het heel erg mooi dat we als Nederland die eer krijgen om dat hier te mogen organiseren. Serge en zijn honden maken een goede kans op de titel. Nou, met 200 op het podium, dat is in mijn dromen wel in ieder geval, maar het moet eerst nog maar eens gebeuren. Het moet eerst maar eens door die voorrondes heen komen. Lay down. Lay down. Jerry, kom hier.